Het is konijnenhokken van 99 Games. Het is een enorm gokspel. In dit spelletje zitten alleen maar 7 dobbelsteentjes in. En een geheugenbordje voor je score. Maar eigenlijk moet je de score elke keer weer opschrijven. Dat is wel makkelijk. Wat we gooien. Het is eigenlijk een broertje van regenwormen. In dit spel kunnen we konijnen gooien. Of hokken gooien. Of wortels gooien. Maar de wortels zijn heel simpel. Die zijn niks waard. Dus eigenlijk wil je helemaal geen wortels gooien. 1 konijn is 1 punt waard. En dit zijn 2 konijnen. Dat is 2 punten waard. Gooien we in 1 beurt 2 enkele konijnen. Dan mogen we ze voor 10 konijnen. Dus we stapelen ze zo op. En we tellen ze als 10 konijnen. Konijnen kun je ook in hokken stoppen. Dit telt bijvoorbeeld voor 2 konijnen of voor een hok van 2. Als ik deze gebruik voor een hok van 2, dan mag ik deze 10 konijnen vermenigvuldigen keer 2. Dan is mijn score 20 op dat moment. 1 keer per beurt mag ik een hok sparen. Als ik niks heb, moet ik een eentje van 2 bewaren. Maar als ik er eentje van 2 heb, kan ik hem upgraden naar eentje van 3. Maar dat upgraden mag maar 1 keer per beurt. Als ik gooi, moet ik altijd een konijn gegooid hebben. Even deze bij elkaar stapelen. Dus eens even kijken. Ik heb hier 2 konijntjes gegooid. Is mijn score 2 op dit moment. Ik mag net zo vaak doorgooien als ik maar wil. Als ik maar konijntjes blijf gooien. En hier heb ik bijvoorbeeld 2 enkele. Die tellen dan als 10 konijnen. En ik heb hier alleen maar hokken. Maar alleen maar van 3. Dus ik kan nu deze niet vermenigvuldigen. Ik zal het even zo doen. Omdat ik nog niet een hok van 2 had. In mijn vorige beurt had ik ze als konijnen geteld. In deze beurt gooi ik weer een konijn erbij. Nou, kan ik nog een keer gooien natuurlijk. Ik heb nog 3 dobbelstenen over. Nou, nu heb ik alweer... Ik kan deze gebruiken als konijn. Want ik moet elke beurt moet ik een konijn hier erbij sparen. Want gooi ik die niet, is mijn beurt ook gelijk afgelopen. Maar omdat ik deze ook nog gegooid heb, kan ik hem als vermenigvuldigingsfactor gebruiken. Dus ik heb nu bijvoorbeeld 10, 14, 15 konijnen keer 2. Ik heb nog 1 dobbelsteen. Als ik deze dobbelsteen gooi en het is geen konijn, ontvang ik geen punten. Is mijn beurt gelijk voorbij. Als ik een konijn gooi, dan onthoud ik deze konijnen allemaal. Dan heb ik er nu 17 bijvoorbeeld. Dat doe ik hier op het speakbriefje. 17. Zo. En dan mag ik deze allemaal oppakken en opnieuw gaan gooien. De konijnen die ik erbij gooi, komen op dat speakbriefje erbij. En dan wordt dat je eindscore. Maar stel nou dat ik eigenlijk deze helemaal niet meer wil gooien. Ik zeg van ik vind het goed zo. Dan heb ik 30 punten te pakken. En dan is mijn tegenstander. Mijn tegenstander zou dan mijn beurt kunnen overnemen. Die zegt nou jouw beurt vind ik allemaal prima zo. En ik waag de gok om die ene te gooien. Gooit hij de konijn. Dan gelden die punten allemaal voor mijn tegenstander erbij. En mag hij die beurt gewoon weer doorgaan alsof het zijn beurt is. Zegt hij van nee ik gooi alles weer opnieuw en ik begin een nieuwe beurt. Dan mag hij dat gewoon doen. Een beurt kan ook maar 1 keer overgenomen worden. Dus de persoon die daarna komt, mag die beurt niet meer overnemen. Degene die het eerst 333 punten haalt, want konijnen vermenigvuldigen heel snel, die wint het spel.